natural to welcome Bosch scholars to the home of Bosch here in Madrid. We hebben een team van 5 man samengesteld: kunsthistorici, technisch kunsthistoricus, restaurator en een fotograaf. Ze zijn allemaal scherp. Ik weet wel zeker dat we nieuwe dingen zullen zien, omdat Bosch nou bij uitstek een schilder is van heel veel kleine details. One of the reasons why Bosch is so successful and so admired is precisely because his work goes beyond that of a mere illustrator. Dit is meer een gewoon been dan dit. We willen eigenlijk alles. Ja, dat is wel de sfeer waarin we de Doornwaag als bruikeling willen vragen. It's very significant, of course, that the works are here. The works are not in Den Bosch. Bueno, los holandeses quieren hacerlo, pero realmente la decisión es nuestra, porque ellos no tienen ningún Bosco y nosotros sí. De kwestie is: wat is een Jeroen Bos? Er zit nogal wat verschil onderling in die schilderijen. We found out that a lot of paintings are done later after the death of Hieronymus. Het zit er heel dicht op, maar het is niet eigenhandig Hieronymus Bosch. Is the risk actually that kind of Bosch ends up being like a patchwork of lots of different artistic personalities? You wonder, you know, where do all these amazing inventions come from? I think what we do as art historians is predict the past, because you don't know. You never really know for sure. Het is altijd de hel en een heel klein beetje hemel.